Goedemorgen collega's. Hartelijk welkom in mijn stad, Den Haag. Voor een behoorlijk gedeelte ook jullie stad, want Den Haag is ook aanwezig, heb ik begrepen. Ja, mooi. 3.500 politiemensen ruim hier aanwezig op het Malieveld in Den Haag. Om te laten zien waar we voor strijden, voor dat vroegpensioen. In het hele land zijn mensen aan het opstaan om op te komen voor eerder stoppen met zwaar werk. Als brede FNV staan we dan ook als een huis achter jullie. Hij moet jongens, hij moet. En daar staan we hier voor. En daar staan we hier voor niet voor niks. Want hij moet ook nog snel voor ons. Ja, kijk, wij politiemensen doen zwaar werk, zowel mentaal als fysiek. En wij willen gewoon dat politiemensen op een gezonde manier, tijdig, voor een pensioengerechtigde leeftijd kunnen stoppen. Dat zijn zij ook wel, dat verdienen zij ook wel, laat ik het zo zeggen. Hoe vind je de actie vandaag tot nu toe verlopen? Prima. En waar lopen jullie voor? Voor ons dat we eerder mogen stoppen met werken na zoveel dienstjaar op zware arbeid. Ik vind dat er zoveel mensen met u meelopen vandaag. Perfect. Daarom is het wel voor de jongeren. Eigenlijk ben ik vrij vandaag. Ik loop mee. Ik ben bijna 61, voor mij hoeft het pre-pensioen hoeft er niet eigenlijk eruit. Maar voor de jongeren, over 20, 30 jaar, willen die ook uit de politie zwaar vangen. Nou, en als ze inderdaad al 67, 60 jaar door moeten blijven gaan, dan wordt het gewoon veel te zwaar voor hun. En dan kunnen ze tegen die tijd in de zin kunnen dropen. Wat ziet u het liefst als de eerste stap na vandaag, naar waar het heen moet? Dat de jongeren eigenlijk meer betrokken worden. Als ik ga kijken om me heen, de collega's die allemaal hier rondlopen, zijn het allemaal oudere collega's. En de jongeren moeten inderdaad door gaan krijgen dat ze over 30, 40 jaar ook met pensioen gaan. Ja. En dat het voor hun even zwaar is als voor mij. Ja. En dat als ze dat gaan voelen, dan gaat het. Ja. En we roepen minister Schouten op om actie te ondernemen. En doet ze dat niet, dan gaan we onze acties verharden. Je zou kunnen denken aan het stoppen met bekeuren, politiebureaus sluiten. Er zijn allerlei mogelijkheden en daar gaan we ons dan op beraden. Wij gaan!